prachtig, dat geluid van de geelgors. En daar zit hij, in een vlier. Een beetje gedrongen vogel, duidelijke gele kop. En hij valt weg van een mus. Maar ja, als hij gaat zingen, is hij onmiskenbaar. Tididididi. Het geluid dat Beethoven, ja, misschien wel heeft geïnspireerd om zijn 5e symfonie te componeren. Ja, als ik buiten loop, hoor ik alleen maar het regent dat het giet. Terwijl het prachtig mooi weer is. Het is maar goed dat ik geen componist ben. Maar wat een mooie vogel. Een vogel die hier aan de rand van het Bergenbos zich thuis voelt. Want ik ken geen plekje hier in de Achterhoek waar er zoveel bij elkaar broeden. Alleen al op dit kleine veld 7 broedpaartjes. En dat komt omdat hier voldoende voedselaanbod is. En met name ook in de winter. Want die geelgors is een vogel die veel eisen stelt. Want het is een zadenspecialist. Hij eet ontzettend veel zaden. Maar schakelt in deze periode over naar insecten. Ja, en dat die geelgors het hier nu naar zijn zin heeft, snap ik wel. Want het zoemt hier van de insecten. En die heeft hij nodig om zijn jongen te voeren. Terwijl die normaal eigenlijk alleen maar zaden op het dieet heeft staan. En juist de overgang hier in het landschap met graanvelden, akkertjes, bosranden en struiken waar hij vandaan die kan zingen. Ja, dat is dé plek waar geelgorsen zich thuis voelen. Wat een mooi beest.